bom, bom, bom. Ken ik het niet. In de lucht, na een week van hard werken, hier is hij dan weer, de dik voor iets anders show, oftewel de dik voor mekaar show. Ja, Omar, zo is genoeg, luisteraars, de grootoom van de grootweer, die is de tune vergeten, dan zitten we zonder begintune. Nou zijn de heren hier zo vriendelijk, meneer Bode begraven en zo, ja, Omar, zo is het genoeg. Ja, luisteraars, zo en zo zijn we hier aan aangekomen op de... Boerderij. De grote, gaan we nog even op met die stomme liedjes, hè. Slaat helemaal nergens op, hè. Laten we nog eventjes... Wij zijn hier aangekomen op de boerderij van boerderij Keuterleut. En boerderij Keuterleut, die heeft ons dus even toegestaan dat wij dus even voor de radio hier de koeien gaan melken. Nou, de grote, ik zou zeggen, als jij nou eens eerst demonstreert de ouderwetse manier van het koeien melken. Wat sta je nou te doen, gek? Wat doe je dat van? Wat een gek, hè? Wow. Staat aan een staart te zwengelen. Zo melk je toch geen koe, man? Oh. Zo melk je toch geen koe? Wat een gek, hè? Je moet gewoon aan die spenen sjarren. Oh, gewoon. Ja. Bewerk nou even die juier. Ja, ja. Hey, Dick, deze heeft maar één speen. Wat een gek, hè? Wat een hoen, hè? Deze heeft maar één speen. Dat is een stier, gek. Je moet ook die koe daar, pak nou die koe en dan gewoon aan die uiers sjorren, van gekken. Heel eenvoudig. Nou, gaat het nou? Waar zit de uier, Dick? De uier die zit op dezelfde plaats als waar bij jou je hersen zitten. Gek, dan zit bij die koe's uier. Wat een oen, hè? Nou, luisteraars, let even niet op, let u even op mij. De groot, als jij nou aan die koe daar gaat zitten sjorren, dan behandel ik die. Het is heel eenvoudig, luisteraars. Je pakt gewoon die spenen beet en nou is het knepen en persen en knepen en persen en knepen en persen en knepen. Oh, dat loopt vol, zeg. Ja, als je zo'n hele emmer vol hebt, ben je wel even bezig natuurlijk. Maar op de duur, dan heb je toch je emmertje vol, hè. Gaat het, de groot? Hoor even, dat gaat natuurlijk helemaal niet, hè? Ik kan wel nagaan, hè. Nou ja, op het ogenblik ga ik hier dus prima. Ik heb nu al een hout, ik mag wel zeggen, de bodem is nu al praktisch toch bedekt met melk. En als je zo even doorgaat, heb je op de duur, heb je toch je emmer vol, hè. Jong, ja, wat nou? Mijn emmer is... Gaat het niet? Mijn emmer is vol. Mijn emmer is, hoe kan dat nou? Kijk maar. Wat een gek, hè? Die gek hebt zijn hele emmer vol met melk. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Heb je de uier lek geprikt? Nou, ik was eerst een beetje... Ik was eerst een tijdje bezig. Ja, ging niet natuurlijk. Nee, eerst ging het niet. Nee, helemaal niet. Maar toen draait die koe zijn kop om. En die zegt... Hou jij je handen nou stil. Dan wip ik wel op en neer. Dik voor mekaar, actueel. Ben Gine. Hallo Ben, kom er maar in, je bent in de uitzending. Hallo Ben. Geen contact. Dik voor mekaar, actueel. Margarine. Kom er maar in, Marga. Hallo. Marga, je bent in de uitzending, hallo. Dik voor mekaar, actueel. Dirk Twaar. Maar gelijk door naar de volgende. Dik voor mekaar, actueel. Kees Hond. Hallo Kees. Kees, kom er maar in met je bericht. Kom maar, Kees, je bent live in de uitzending. Denk een beetje om je woorden. Dik voor mekaar, actueel. Jan Jurk. Hallo Jan. Hallo Jan, kom er maar in. Jan is niet. Oh, geen contact. Luisteraars, dit was dan weer. Dik voor mekaar, actueel. Berichten voor...
Berichten voor zee... Berichten voor zeevarenden. Groeten over zee. Ja, goedemorgen luisteraars. Daar zijn we dan weer. Wederom in de studio met groeten aan zeevarenden. Ook deze keer zijn de familieleden weer naar de studio gekomen om hun groeten aan bekende familieleden enzovoort te brengen. Allereerst gaan we dan contact zoeken met de Annabel. De Annabel. Hallo Annabel. Hallo Annabel. Ontvangt u mij? Over. Leuk dat we dat zo eens uit de eerste hand horen. Hallo Annabel, ik heb hier familieleden voor stuurman Bakboord. Is die toevallig in de buurt? Over. Dat is fijn. Als hij dan nu aan de microfoon komt, dan komt hier allereerst zijn moeder. Ga nu gang, mevrouw, u kunt hier praten. Ja. Hallo Jan. Hallo Jan. Oh Jan. Ja, leuk dat we dat zo eens even horen. Dan komt hier de vader voor Jan. Hier, Jan, hier komt je vader. Ga uw gang, meneer, u kunt hierin praten. Ja, oh ja. Hallo, ja. Nou, dat was dan weer leuk. Leuk dat de mensen zo even contact hebben met elkaar en even leuk met de zoon op zee. Nou, luisteraars, dit waren dan weer de groeten over zee. Volgende week komen wij weer bij u terug en wij hebben dan contact met de pont over het ei. Luisteraars, op het ogenblik heb ik naast mij zitten een interessante man. Een man die echt wel, ik mag wel zeggen, een unieke opleiding achter de rug heeft. Vertel u zelf even. Ja, dat is heel leuk. Ik heb een insect afgericht. Een insect, namelijk een mier. Een echte mier, een zogenaamde bosmier. En het leuke van dit... insect is dat hij kan mooi zitten, pootjes geven, op zijn handen staan, of gewoon te veel om op te noemen. Ja, dat mag ik misschien wel even uitleggen voor de luisteraars. Hier voor mij op tafel, luisteraars, staat een jampot en daarin zit Guus, kijk, hij zwaait ook. Ja, dat heb ik hem helemaal aan kunnen leren, dat hij dus beleefd is gewoon tegen de andere mensen. Hè? Misschien kunt u hem hier even iets laten doen. Ja, zeker, dan zal ik hem even uit het potje halen. Ogenblikje even het dekseltje eraf halen, zo. Kom er maar uit, Guus. Kijk, daar komt hij. Ziet u wel? Nou loopt hij recht op mij af, Guus. En dan ga je opzitten. Gewoon opzitten. Ja? Kijk, en nou zie je hem zwaaien dus. Een muur. Zo, wie is er geweest? Goedemiddag, Klepperman. Ah ja, goedemiddag, meneer Van Mekaar. Goedemiddag. U bent Klepperman. Dat klepperen, kunt u dat iets laten horen? Kunt u bijvoorbeeld nu aan ons een liedje laten horen? Ik zeg nog maar wat, misschien dom wat ik zeg hoor, maar kunt u een liedje spelen? Ah ja, zeker. Dan wil ik graag voor u gaan spelen de bananenbootzoon. De bananenbootzoon? Hé, wat toevallig, wat leuk zeg. Waar kleppert u mee? U bedoelt wat voor soort kleppers, ja. Dat ik gebruik daarvoor, daar zal u wel vreemd van opkijken, ik gebruik daarvoor mijn kunstgebit. Uw kunstgebit? Ja, dat heb ik een keer, kom zo, ik werk ook op personeelsavond op verenigingen. En dan heb ik een keer een avond gehad, toen was ik mijn kleppers vergeten. En toen heb ik dus op mijn gebit gespeeld en dat had bijzonder veel succes. Ik mag wel zeggen, je hoort praktisch geen verschil, het klinkt erg lekker. En bovendien hebben we dus het voordeel dat je dat nooit kan vergeten, want dat heb je altijd bij je, nietwaar? Ja, interessant. Misschien kunt u iets laten horen dan nu, de bananenbootzong, zoals u zelf zegt. Ja, dan moet ik even mijn gebit eruit halen, ogenblik. Zo. Nou, dan ga ik nu voor u spelen, dames en heren. De bananenbootzong. Laten bij de moeilijk onder gebit, begrijp ik ook wel. Dan gaan we, klopt. Oh, blah, 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 blah.
Dat is niet te mooi, wat er nou gebeurt. Is er iets gebeurd? Mijn kunstgebit is gebroken. Ik kan me niet voorstellen, maar mochten ze het u vragen, u luistert toch ook naar... De Dik voor Mekaar Show! De grote spelen winkeltje, en dan ben ik ben de winkelier, en jij komt binnen, hè? En dan geef je gewoon bestelling, dat is leuk, dat is gezellig, dat is leuk. Ja, nou, de groot, kom binnen. Pom, 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 ik ben bezig, hè? Ik ben bezig, vakken invullen. Pom, 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 aan de kant. Morgen weer, goedemorgen, wat kan het zijn? Mag ik 2 flessen met bloemkool? Belachelijk, hè, zo'n... 2 flessen bloemkool, wat is dat nou voor een idiote bestelling, hè? 2 flat, dat bestelt niemand. Hoe kan je nou 20, dat kan toch in? Kom opnieuw binnen en doe even gewoon de normale 2 flessen. Wat een oen, hè. Belachelijk, hè. Wat een Mona-figuur, hè. Moet ik nou weer... Ja, natuurlijk, je moet opnieuw binnenkomen. Nou, ik ben weer bezig, hè. Vakken invullen, hè. Pom, 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 ik zing, hè. Pom, 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 pom. Ah, dat kan. Goedemorgen. Ja, 1 keer bellen is toch voldoende? Je bent toch al lang binnen, man? Oh. Goedemorgen. Zo, en wat kan het zijn? Wat kunnen wij voor u betekenen? Mag ik 1 fles bloemkool? Ik word daar zo moe van, hè? Ik word daar zo vreselijk moe van. Dat is toch hetzelfde? Man begrijpt ook niets, hè? Je kan tegen hem uitleggen wat je wil, hè? Het blijft een Mona-figuur, hè? Kom jij, we ruilen om. Jij bent even ik en ik ben even jij. Begrijp je wel? Dat ik... jij speelt even... Man begrijpt niets, hij staat hier als een walvis te kijken, hè? Nou, kom nou hier en jij speelt de winkelier en dan speel ik even de deur. Niet waar? Ben ik even de klant. Ik kom binnen, hè? Vakken bijvullen en zingen. Net zo leuk als ik. Oh, goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Mag ik van u 2 bloemkolen? Ja, dat kan. Heb je lege flessen bij je? Radio Bancaria. Hier is weer Radio Bancaria. Wij zenden uit op de 1e, 2e en 3e etage van het ziekenhuis Hopeloos. Goedemorgen allemaal. Hallo, hier is weer Jan Brouwer. Ze noemen me allemaal Jan Brouwer omdat ik een beetje brouw. Zodoende. Dat is een grapje van uw eigen zieke omroeper Jan Brouwer. Ik maak weer een grapje. Ik zei zieke omroeper, maar ik bedoel natuurlijk een zieke omroeper. Niet dat een zieke omroeper ziek is, maar een omroeper die er is voor de zieke. Dus ik ben niet ziek, maar ik ben er om te zieken. Voor de zieke. Omdat ik ben dus zelf Jan Brouwer. Ik ben niet ziek. Nou, daar gaan we dan. We beginnen zoals gewoonlijk met een verzoekje. Hier is een verzoekje voor oma Verhoeven op de 2e etage. Oma Verhoeven is 93 geworden en ze wordt gefeliciteerd door Jan, Hein, Wilma, Gerda, Joop, Koos, Thea, Ton, Anneke, Sylvia, Ferry, André, Willem, Herman, John, Kees, Frans, Thea 2, Simon, Joris, Joop 2, Willem 2, Willem 2, Sonja, Betty, Jos, Cor, Joris, Jan, Ferry, André, Wilma, Gerda, Herman, John, Kees, Thea, Ton, Anneke, Frans, Simon, Sylvia, Koos, Joris... En natuurlijk de kleine hond Trixie en de kat Bram. Namens al deze kinderen en kleinkinderen draaien wij voor oma Verhoeven vandaag, omdat ze 93 is geworden, een van haar lievelingsplaatjes.
no more. No, baby, baby, don't do it. No, baby, baby, stop. Wel, dan weer even wat verzoekjes. Of wat meer groeten. Hier volgen de groeten voor Opoe de Bruin, die haar been gebroken heeft. En zij krijgt de groeten van opa de Bruin. Oma de Bruin, hou uw poot stijf. Dan mevrouw Jansen op de eerste etage. Daarvan kregen wij zojuist het bericht dat zij is van een vierling bevallen. Van harte gefeliciteerd. En ik... Oh nee, ik lees het even verkeerd. Pardon. Ze is niet van een vierling bevallen, maar van de vliering gevallen. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dan is het nu weer jokertijd. Ja, hier komt weer onze wekelijkse mop. Er ligt een man op de operatietafel. En die man die ligt te bibberen van de zenuwen. Komt de chirurg bij hem en zegt... Waarom bent u zo zenuwachtig? Toen zegt die chirurg... Nou, het is mijn eerste operatie. Dat was de clue al. Nou ja, volgende keer beter. Dit was jokertijd. En dit was tevens weer de uitzending van Radio Brancaria... Wij zonden uit op de eerste, tweede en derde etage. Tot slot nog even de groeten aan Liesbreuk, die met een Liesbreuk op de tweede etage ligt. Tot de volgende week allemaal. Dit was Jan Brouwer, uw eigen ziekenomroeper. Dat wil zeggen, niet dat ik ziek ben, maar ik roep om voor de zieken. Goedemorgen.